Ja, nee, je hebt die Job Bakster. Hey, ga weg, man. Fuck, is dat moeilijk voor mij. Een interview in het Nederlands en dan ook nog een hoop afleiding. Het wordt FC Dordrecht doelman Liam Bossin niet makkelijk gemaakt na de training. Toch reden om zijn lach tevoorschijn te toveren en eens te vertellen over de stijgende lijn waarin de club is beland na een moeilijk 2021. Wel beter. Ik denk van die laatste 8 wedstrijden of 7 pakken we goede resultaat. Alleen een keer verloren van Venlo. En ook het was de laatste minuut. Dus ja, we zijn wel veel beter in 2022. Ik moet alleen op mezelf denken soms. En soms dacht ik te veel naar die anderen. En dus... We hebben nog steeds een grappenmaker achter ons. En kunnen we terug starten, want... En zo bleef het nog lang onrustig rondom Bossin. In januari 2021 versterkte hij FC Dordrecht. Zowel voor als na de zomer beleefde Bossin een aantal hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten. Maar de Belgisch-Ierse doelman gaf niet op. Ik ben dankbaar voor die opportuniteit dat Hans en de club heeft naar mij gegeven. Ik ben hier gekomen om naar Anthony Swoof. Ik ben gekomen met een 6 maanden contract. En ik moest op mezelf investeren. Ik heb geprobeerd mijn best te doen elke keer en nu ik heb een nieuw contract getekend. Maar ik ben echt blij hier, want ik kan spelen en voor een keeper is dat de belangrijke. Ja, soms doe je niet goed, maar ik moet nog ervaring pakken. Bossin hoopt dit seizoen nog een paar plekken te stijgen met FC Dordrecht en wil zo vaak als kan de nul houden. Genoeg over voetbal, tijd voor nog 1 belangrijke vraag. Hoe zit het met de Nederlandse taal? Beter. Ik probeer. Als je elke dag met 100 Nederlanders zit, wordt het een beetje beter met die dagen. Maar mijn accent is nog. Ik moet nog werken op mijn accent, denk ik. Maar, en daar hoef je ook absoluut niet voor te schamen, denk ik. Nee, maar kijk. Nederlands is niet mijn moedertaal, maar het wordt beter. En zo kwam er een einde aan een vermakelijk gesprek met de eerlijke en ontzettend vriendelijke Liam Bossin.